Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Deze week kun je een aantal dingen zien. Ja, alleen niet meer wat. Deze week kun je zien hoe Vrona in haar voerbak, en nou eigenlijk in haar drinkbak, poept. Voerbak ook, maar dat had ik niet gefilmd. Komt het een en het ander binnen. Dat is altijd leuk. Dus we gaan een doosje openmaken. Mooie nieuwe deken. Mooie nieuwe cap. Ja, worden verwend. En nog heel veel meer. Dus veel plezier maar kijken. Nou, dit is dan wel weer grappig, Kees. Komt ie. Over de punten. En we hebben nu een heus kruisje. En dat kan ook. Tadaa! Nou, nog in galop. Oké. En dan doen we hem ook nog in galop. Nou. Zo'n ventenhindernis, hè? Dat is toch grappig. Wat is dit dan? Het is een springpaard. Hij was alleen vergeten dat hij springt. En Tess niet te hoog springen. Nee hoor, we zetten hem gewoon steeds hoger. Gaat weer. Komt de springpony. En daar krijgen we het springmeisje. Tadaa! En als laatste de dressuurpony. Springpaard. Springpony. En daar komt de dressuurpony. Wieuw. Ga goed, hè? Zo, wij zijn lekker onderweg naar het strand. Kijk, Dootjes gaan. En Bellaatje met Denise erop. Het is nog wel een klein stukje strappen naar het strand, maar we zijn er bijna. Zo, en we zijn op het strand. Heel erg veel schuim, maar de paardjes zijn echt super braaf. Daar heb je Denise met Bella. Braaf Dootje. Er staat lekker veel wind ook. Waren braaf. Dootje was weer super fit. En kijk eens, hij heeft mooie schone hoeven. Als nieuw. Dan gaan we ze zo weer opladen en trainen. En dan gaan we terug naar de manege. Ik sta even bij Vrona in de box, want in het halletje staat net even te veel wind. En wat heeft ze gedaan? In een drinkbak gepoept. Kijk dan. Zien jullie dat? Hoe goor is dat? Dat is echt goor. Dus dat moet ik zo meteen op gaan ruimen. Daar ben ik minder blij van. Wat is er gebeurd? Afgelopen week was Vrona ziek. Dan was ik natuurlijk gelijk doodsbang voor coliek. Dierenarts is afgelopen dinsdag geweest. Maar die kon niks in haar buik ontdekken. Die vermoedde dat het een virusje was. Dus toen heeft ze een spuit gehad. Nou, dat ging wel weer. Toen was het hemelvaart. We hebben nog, woensdag zijn we nog naar Frank geweest. Dus als het hemelvaart van een wedstrijd gereden, maar ze liep een beetje te kuchen en ik vond haar niet lekker en ze lag in haar box en zodra ze gaat liggen dan raak ik echt wel in paniek. Dus toen was ik ongelukkig en toen heb ik, even kijken, vrijdag de dierenarts nog een keer laten komen. Toen heeft ze paracetamol voor paarden gehad. Ja, waarschijnlijk gewoon een virusje of een bacterietje, iets in die geest. Toen heeft ze gewoon lekker op de wei gestaan en hooi gegeten en in de stapmolen, even in de paddock, dat soort dingen, een beetje wandelen. We hebben haar even wel laten bewegen, want anders ben ik weer bang voor kliek, maar niet met ons erop. En vandaag gaan we voor het eerst eens even kijken hoe het gaat onder het zadel. Ja, met mijn nieuwe cap. Ga ik zo laten zien. Oh. Weet je wat ik eerst ga doen? Die gore bak schoonmaken. Dat is echt goor, wacht even. Kijk maar mee. Oké, ik had nu stro bij de buren. De vrouw mag natuurlijk helemaal geen stro. En dan ga eens weg, jij. Laat maar weg. Zo. Nee, dat mag je niet. Zo. En dan moet ik dit er echt zo uithalen. Hoe goor is dat, jongens? Dit is echt goor. Met een grote G. Dit is niet het meest fijne aan een paard hebben. Nou, water erbij. Kijk, lekker bruin nog. Heerlijk.
Nieuw stroop pakken. Ja, je kan het nog niet opdrinken. Zo, gas opzij. Hup. Ja. Zo, dan gaan we weer verder. Uitmisten van de waterbak. Doen jullie dat ook? Laat maar weten in de comments. Ik vind het echt goor. Zo, laat het even een beetje vallen. Dan hebben we weer nieuwe, schone. Ja, het water wordt al beter van kleur. Zie je? Bijna schoon. Het is ook minder erg om het eruit te scheppen. Het is altijd zo goor. Van de week had ze ook al in de voerbak gepoept. Denk even serieus. Ga dan gewoon op de wc. Dit is gewoon vies. Ik moet niet voorstellen dat het gezond is of zo. Zo, al het water er weer uit. Zo. Zo weer aan. Ja, en is het helder, zie je? Nou, nog één keer voor de zeggerijs. Oké, ik ga mijn handen wassen. Dit was echt goor. Vandaag is blijkbaar vieze klusjesdag. Want Bel heeft weer staan schuren. Dus dan ga ik bij de... Oh, overbelichting. Dus ga ik bij de paardjes even insmeren. Daarvoor gebruiken wij Durven. Nee, wordt niet gesponsord. Maar ik heb al heel veel verschillende dingen geprobeerd. Het is natuurlijk een... Ja, het is niet echt zomerexeem. Maar basis. Zomerexeem is ook basis. Dus ja, dan is het eigenlijk wel. Dan gaat hij in de staart zitten. Dan krijgen ze jeuk. Dan gaan ze schuren. Nou, dat willen we niet. Vinden we zonde van de staart. Dus ik ga het insmeren met Durven. Stinkt als ik weet niet wat. Dus je moet een handschoen aan. Gezien dat ik net de waterbak schoongemaakt heb, had ik de handschoen misschien beter eerder al aan kunnen trekken. Maar goed, whatever. Ik ga nu een handschoen halen en dat spul. Dan laat ik het zo wel even zien. Oké, mama gaat de staart doen en ik moet filmen. Ja. Kijk, dit is Durven. Je, alleen de originele werkt, die andere werkt dus al een stuk minder. En dan spuit je het zo in de staart, maar je moet het niet op je handen krijgen, want het stinkt als ik weet niet wat de spul. Maar de paardjes vinden het wel lekker, omdat de jeuk er verstopt. Zo, dan ga ik met mijn handschoentje het lekkere in je staart masseren, paard. Mommy. Het ruikt verbrand. Kijk, het is lekker. Ja, nou, ik kreeg al een keer, was ik bij andere mensen, zeiden ze van, zijn ze hier aan een barbecue of zo? Het is lekker, Bel. Het is lekker, als je staartje. Dan zet je even de skriepel op je staart zo. Dan doe ik het gewoon weer op mijn vingers nu. En dan smeren we het nog even lekker zo. Lekkere, Bel. Oh, dat is, ik vind het wel een beetje raar. Ja, Wil vindt het hartstikke lekker. Maar wel een beetje raar. Ja, ja, al die jeuk is ook niks. Dan ben ik kind. En ik vind een kapotte staart niks. Zo, gatsie, daarin. Zo. Nou, Bel, hier moet je het mee doen. Dat stinkt, dat stinkt. Zo, beide paarden zijn ingesmeerd. Volgens mij heb ik het goed gedaan, ik ruik het zelf niet. Niet aan mijn handen in ieder geval. Gaan poetsen, zadelen, lekker rijden. Oh, en ik ga mijn nieuwe cap laten zien. Tadaa! Een nieuwe cap. Hoe cool is die? Ik heb er net een rondje mee gereden, want Vroom vond daar het huisje spannend en er ligt nog iets achter. En je voelt inderdaad de wind door je cap. Buiten dat zit er een heerlijke zonneklep op. Dus daar is de zon, ergens, daar. Heerlijk. Dus tot nu toe erg tevreden. Vroontje heeft wel een paar keer gehoest net. En ik vind ook dat ze nog wat zwaar ademt. Dus ik ga het niet te wild doen vandaag. Even een beetje rustig losrijden. En dan is het denk ik wel weer genoeg voor vandaag. Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook gewoon beweging nodig. Dus dat gaan we wel doen. Nou, kijk maar even mee. Kijk, hier vindt ze spannend. Daar ligt een blauw zeil. En een oranje touw. En er staat ons... ja, het is het parcourshuisje denk ik. Staat dat in het parcours. Blijft alles en iedereen een beetje droog en uit de zon. En dit vindt ze dan onwijs spannend. Maar we gaan er inmiddels langs, dus dat is wel heel wat. Ja, dat moeten we nog oefenen. Buitenrit dat zomaar ineens, dat lukt helaas nog niet. Anders had ik dat zeker gedaan. Maar goed, dat levert er zoveel stress op. Dan
Dat schiet natuurlijk ook weer niet op. Zeker niet als ze niet helemaal fit is. Dus we blijven lekker even hier. En het is toch fijn? Kijk, gaat ze zwaaien. Dat is de buitenrit van de manege. En het is toch fijn dat we in ieder geval op kunnen zitten. Dus dat is, en buiten, dat vindt ze ook prima. Helemaal goed. Nou, nu ga ik gewoon rijden. En dan gaan die met een camera in je handen, dus die ga ik even wegleggen. Nou, Heya is dik geworden. En, Moment, ik laat het even zien. Hallo Heya. En waar zien we dat aan, Kim, dat ze dik is? Ik kan de ribben niet meer voelen. Als ik heel hard duw wel, maar ik kan het niet meer voelen. En hier heeft ze een beetje spekkies. Waar? Gewoon op de billen. Oké. Dus ik ga dat weer achter proberen te halen. Maar daar maak ik zelf een video over. En die kan je zien op? En die kan je zien op mijn kanaal uiteindelijk. Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Misschien moet je er gaan wegen of zo. Oh, je hebt zo'n meetlint toch? Nee. Niet meer? Die was niet van mij. Oh, die was niet van jou. Misschien moeten we eens kijken waar we er kunnen wegen. Dat is wel grappig. Ja. Heya, wil je op de weegschaal? Gaan we eens even kijken waar dat kan. Dat vind ik leuk. Nou, gaan we er wegen. Ja. Heb je voor en achter? Ja. Dat is wel leuk. Voor en na. Ik had nog bedacht dat ik wel mee kon doen. Ik doe al een hele tijd aan ruiterfitheid. Gewoon afvallen dus van ruiters. Ik denk, dan ga ik gewoon achter Heya aanlopen. Hetzelfde eten als Heya. Maar ik weet niet of ik dat loop volhoud. Wat dacht je, Heya? Zullen we het samen doen? Is altijd fijner dan alleen, hè? Ja, zeg maar ja. Ja, zegt ze. Hoe lang gaan we dit doen? Een uur. Ik kan het helemaal niet. Ik kan het wel. Ik ben een veertje. Ik ben een wolkje. Ik kan heel hard lopen. En je begint al rood te worden. Ik kan helemaal niet hard lopen. Wat kan jij nou? We houden pauze. Nu dat de eerste kilo er wel af is. Graag, Bonnie. Ik zat bovenop mijn gemakje zat ik tv te kijken. Toen zei mijn vader van een pakketje van Monter. Nou, ik die tv uitzetten en naar beneden rinsen. Want we hebben van Monter onze kleren gekregen. Oh, laten we de doos er open maken. Ik kan niet meer wachten. Die test is wel gevaarlijk met dozen, jongens. Jullie weten het niet. Stiekem zit ik op judo. Op school. Oh ja, oké. Als jullie even willen lachen, ik probeerde een schnitzel te bakken. Het ziet er nu zo uit. Dus en nu kan spelen we een pizzakaart dus uit. Dus we spelen de pizzakaart uit. Die kan wel uit. Wat doe je toch onvoorzichtig? Kom hier. Nee. Jawel, dit is levensgevaarlijk. Zal ik gaan kinderen dat ook doen? Dat kan niet. Kijk, een schaars om te knippen. Oh ja. Ja, en nu ga ik weer terug. Goed gedaan, Tessa. Nee, Tessa. Kijk, mama's knippen, kindjes kijken toe. Zo, dat lukt nog niet zo makkelijk. Nee. Nee, geef dan maar. Dan kun jij filmen. Je bent hartstikke gevaarlijk, jij. Ja, rustig aan. Vond niet mee? Je bent pas 10, hè? Zo. Ja, jij bent trek pas... zo. Nee, nee, nee. Hop. Nee, oké. De... Nee, voorzichtig, want... Ja. Nee, dat knipt het kindje. Maar het kindje moet wel netjes knippen. Dank je, kindje. Zo, ta-ta-ta-ta-ta. Woehoe. XS? Wow, het is zo XS, dat ben jij. Deze is wel waar. Nou, trek maar aan. Oh, dan mag je zo even aantrekken. XL? Dat ben ik. Dank je. Woe. Wil je een beetje voorzichtig doen? Oh, die is ook wel heel gaaf, jongens. Oh, kijk dan. Is deze nou van mij? Nee, die is van Kim. Oh, die wil ik ook. Nee, die is van XS. Ja, dat is ook van Kim. Oh, okay. Kim had die besteld, jij niet. Oh, die is van jou. Maar die kan je nog wel bestellen. XS? Nee, XS, dat ben jij. Oh, die wil ik ook. Is je vest? Dit is mijn vest.
Dat is jouw of kinderfest. En één rijbroek. Die is van mij. Ik heb geen rijbroek. Nee, dat komt nog. Hiha. Oh, dat is de mut. Nou, cool. Gaaf rijbroek. Gaan we strak passen. Nou, ga jij even wat aantrekken. Dan zet ik ondertussen de camera even uit. En dan kan je zo weer zeker meer aan. Zeg het maar. Oké, maar zeker leuk. Even de rest aan. Ja. Even naar achteren, want ik zie je hoofd niet. En ik wil t-shirts. Oh, bij. Is nog wel een beetje groter. Maakt niet uit. Zo leuk kom er aan kan. Kijk. Wel is een hartstikke lieve pony. Ze houdt ook van kriebelen. Wow, mijn nagels zit los. Ze houdt ook van kriebelen. Ze houdt ook van... Ja, dat kan ze ook. Pony, wat een kusje. Kusjes geven. Maar wat heeft ze nou zojuist gedaan? Nou, ik heb Fitch een beetje gegeven. Kijk. Fitch daar lekker te smikkelen van het hooi. Wat Bel heeft gedaan. Kijk. Ik ben hartstikke slim. Ik vond het hooi zo lekker. Dat ik gewoon een beurtje heb overgeslagen. Mezelf heel erg, hoe moeten we dat noemen? Overhongeren. Waardoor ik daarna heel veel meer eten had. Wow. Bel, door jou is die nu wazig. Hij is beslagen. Oh, wacht. Oeh, hij doet het weer. Bel, geen camera's opeten hier. Nou, en nu heb ik een stuk in ter stal gehouden. Jij bent een slimme pony. Lekker ding. Wacht. Bel niet zo dichtbij komen. Oh, poepie. En ik heb mijn nieuwe monterkleding. Kijk. Ik heb dit hele mooie vestje. Ik ben er echt blij mee. En die kraag is zo warm. Kijk. Ik kan er gewoon nog in ademen. Kijk, ik kan zelfs nog even rust in. Ik heb er alleen al een paar keer aangezet in mijn handen. Waardoor het een beetje vies is. Ja. Ja, ja, ja. Wel, die vindt het heerlijk. Nou, ik ga haar even poetsen en in het paddock opschrijven. Laten we dat maar eerst doen. In het paddock opschrijven. Oké, naar het bord. Dag pony, kom zo terug. Oké, we gaan op pad. Ja, dan ga je op het bord schrijven. Wel denk, ga je eten voor me pakken? Want in dat geval ga ik wel gewoon even met je mee. Dan kan ik gelijk alles opeten. Nou, ik ga Bel opschrijven. Ja, dag. Maar natuurlijk als ik langsloop en ik Bella heel veel aandacht geef. Dan hoor je altijd nog schoppen en dingen. En dat komt van Henja. Want Henja wil ook aandacht. Sorry Bel. Hi Henja. En ze wil de camera opeten. Ja. Maar ik ga Bel op het bord schrijven. Tot zo, Peertjes. Dag Bel. De meisjes hebben weer wat nieuws verzonnen. Oh. Stip denkt, nou, als jij gaat filmen, zoek het dan maar uit. Dan doe ik het niet meer. Weehoe. En nu aan de andere kant. Tess, je kan er niet over een hindernis laten springen als Tatum daar staat, schat. Papa! Hey. Nieuw spelletje. Papa! De fokken van wat minder strak, schat. Perfect. Kijk. Goeie mat. Eindelijk peeskappen gevonden die passen. Halleluja. Hallo YouTube-paard. Hallo. Ja, je bent braaf. Vrouw is het niet lekker geweest een aantal dagen. De dierenarts is geweest, had ik van de week al verteld. En nu heeft ze 2 dagen gelopen. 1 dag met mij. Veel stappen, een klein beetje draven, even galopperen, maar heel kort. En gisteren heeft ze met Fabienne gelopen. Dus dat was lekker licht in ieder geval. En ook niet te veel. En nu ga ik haar vandaag vrijgeven. Ze is in de wei geweest vanmorgen. Ze gaat nu even de stopmolen. Maar, nou had ik bedacht, we hebben de therapie denk ik. Ja. Dus die ga ik even opleggen in de stapmolen. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of dat helpt. Hoe dat werkt.
Ik heb het hele uitleg wel gekregen. Van Jacob, dankjewel. Maar nu gaan we dus gewoon even testen. Oh, ze gaat gauw weg. Dat hoeft niet. We hebben er ingepakt, zo. Dus nu gaat ze even de molen in. Tadaan, tadaan. En dan gaan we het allemaal meemaken, jongens. Het vinden van Roon. Roon die haat dekens. Maar ja, soms heb je dat wel eens nodig, paard. Zo gaat het nou eenmaal. Kijk, we hebben er wel even HVP op laten zetten. Want ze zijn niet zo heel goedkoop, zeg maar. Staan lekker met haar Reputex dekentje op, dus gaan nu lekker naar huis. En het was volgens mij vond ze het prima, denk ik. Vond je het prima, Vroon? Ah, maar is het warm? Is het warm? Ja. Oh, we gaan even voelen. Nou ja, niet te heet, maar wel gewoon geactiveerd. Nou ja, nou lekker. Ja. Oké, was het lekker, paard? Ik krijg straks nog meer. Oké, nu ben je een kussentje. Lekker hoor. Ja, je bent een braaf paard. Moeder zei, Tessa, het is jammer dat je zo snel groot wordt. Want je wordt echt wel een keer te groot voor Bella. Dus zat ik zo te denken, want ik doe op school dit af en toe. Van dat ik dan laat zien dat ik ook gewoon klein kan zijn. Met de kleine armpjes. En dan kan ik ook weer. En ik ben weer groot. Zo, vandaag ben ik een keer weer bij Bel. En ik heb er net gepoetst. En hij is licht gemaakt. En ja, eigenlijk alvast dingetjes voor het zadelen. Nu ga ik denk ik lekker het zadeltje erop leggen. Ja! Ja, pony. Ga straks nog even ongelaten. Zo, weg. Ja, dan pak ik ook. Ja, dan pak ik even het halster. Wauw. Ik denk dat ik even lekker meegenomen. Het halster. Kom mee, Bel. Kom. Zo, niet uit. Ik heb ook een hele mooie monter gestaan. Ik heb zo'n mooie peeskapjes op. En ik heb Shetlander maat voor Bel. Want zelfs haar schattige poesjes, die zijn niet zo groot. Ik wel. Volgende. En Bel zit ondertussen in mijn zak te kijken of ze nog ergens een snoepje kan vinden. Er zitten ook snoepjes in, hoor, Bel. Wat we dan doen is. Kusje. Nou, op naar de andere. Ik ga altijd in die houding, nou eigenlijk soort van staan. Nou, ik heb net gesprongen ongeveer 50 centimeter. Toen dacht ik, het lijkt me ook wel eens leuk om een heel laag sprongetje zonder beugels te gaan doen. Dus nu gaan we het filmen en ik ga in galop. Nou, zullen we het eerst een stap doen? Ja. Gaat eerst een stap en daarna een galop. Nou, veel plezier met kijken. Het is best laat. Ja, geef ze niet. Oh. Oké. Okay.
Bedankt voor het kijken. Ik zie je heel graag morgen weer. Morgen hebben we een video over jumping mijn sluis. En dan zien jullie Gina en Stephanie ook voorbij komen. Samen met Tess en met Kim natuurlijk. Ik heb zelf ook op jumping gereden. Alleen toen, om dat zelf te filmen is een beetje lastig. En het was heel erg druk. Dus die slaan we dan wel even over. En ik ga samen met Gina paardensnoepjes proeven. Of dat nou een goed idee is, zie je morgen. Bedankt voor het kijken. Doeg!